u bent eigenlijk erg kritisch ten aanzien van mensen die kiezen voor bio? Nou, ik ben kritisch als het gaat om de pretenties die aan bio zit. Kijk, biologisch of lokaal, dat soort dingen zijn natuurlijk ook net zo goed etiketten of labels of identiteitsbepalende keuzes. Waar het me om gaat is dat je niet kunt zeggen dat bio in alle opzichten duurzamer is of gezonder. In feite, en het is, ik vind dat zelf bijna jammer. Ik had ook liever gehad dat het anders was, maar ik moet als wetenschapper ook objectief zijn. Er is echt geen enkele aanwijzing dat het biologische teelproces van bijvoorbeeld een gewas of een appel zorgt voor andere biochemische eigenschappen. Waar mensen vaak aan denken is dat er geen chemicaliën worden gebruikt. Dat is niet helemaal juist. Ook bij bio worden, maar weliswaar andere chemicaliën gebruikt. Maar in Europa is het in ieder geval zo dat chemicaliën al helemaal niet op de appel mogen voorkomen als die op de schappen in de winkel ligt. Dus dat voordeel valt weg. En biologisch gebruikt bijvoorbeeld allerlei metaalverbindingen die ook wel degelijk bezwaren hebben. Het enige echte verschil bij biologisch is in het gebruik van antibiotica bij vleesproductie. Ik denk dat biologisch daar echt een stap vooruit heeft gemaakt door die hele kwestie van antibiotica aan te kaarten. Dus heb ik het over preventief antibiotica gebruikt, want ook bij biologisch mag je curatief, dus bij ziekte, wel antibiotica gebruiken. Maar belangrijker is dat je ook niet zonder meer kan zeggen dat biologisch duurzamer is, omdat je er echt meer land voor nodig hebt, want je... Als je, dat is weer het verhaal van het paradijs. Je kunt niet zomaar ongestraft, gratis, jaar in, jaar uit, voedsel van het land halen. Dan moet je die voedingsstoffen aanvullen door bemesting. Als je dat niet wil doen met kunstmest, dan moet je het land braak laten liggen. Dan moet je de dierlijke mest opbrengen. Dierlijke mest die overigens ook een hele grote risicofactor is. Want denk aan die EHEC-epidemie in Duitsland vorig jaar. Dat kwam van biologische mest van een biologisch bedrijf. Hè, omdat natuurlijk dierlijke mest per definitie bijna altijd wel een bacteriële besmetting heeft. Dus met andere woorden, biologisch heeft zijn voor- en zijn tegen. Gangbaar heeft ook zijn voor- en zijn tegen. En het is mijn these dat in de loop van een decennium of twee echt de beste elementen van beide worden gecombineerd. En met name als het gaat om kunstmestgebruik in de natte tropen, dus waar heel veel door heel veel regen heel veel nutriënten uit de bodem spoelen, denk ik dat het echt onverantwoord is om te zeggen dat je daar maar geen kunstmest moet gebruiken. Maar op hele vruchtbare gronden, als het bijvoorbeeld gaat om koffieplantages, waar je maar heel weinig van die koffiebes van het land haalt, dan kan je het de hele tijd goed doen. Hè, bijvoorbeeld in Costa Rica op vulkanische grond. Dus met andere woorden, je kunt er ook niet echt over generaliseren. Een belangrijk aspect bij bio is ook, denk ik wel, als we het verbinden aan het lokale, dat we, en als je het ook verbindt aan de lange termijn, dus wanneer u spreekt over de nutriënten van de bodem, ik ben helemaal geen bio-ingenieur, dus ik ga dat zeker niet betwisten, maar dus een gegeven van biolandbouw is ook dat zij op de lange termijn de bodem minder uitputten. En dus inderdaad, je hebt het aspect van de grond te moeten braak liggen. Maar als we bio koppelen aan lokaal en het sluiten van kringlopen, betekent het ook dat we geen grond in beslag gaan moeten nemen in het zuiden bijvoorbeeld. Ja, maar als u lokaal zou willen consumeren, dan betekent dat dus geen appels, geen thee, geen chocola, geen sinaasappels, zelfs geen tarwe in België, want we hebben gewoon veel te weinig grond om tarwe te verbouwen. Dus geen brood meer. Anders gezegd, lokaal is al per definitie onmogelijk. En een land als België heeft al eeuwenlang een handel gedreven met gebieden heel ver weg. Een rode leidraad in uw boek en ook eerder al in de spijswetten is eten, is weten en is geweten. Nu als bewuste consument die nadenkt over mijn eten, kan ik zeggen, ik wil geen boontjes eten uit Kenia en ik ga geen asperges eten uit Peru, want die asperges van Peru worden hier veel goedkoper verkocht dan de asperges van onze eigen aspergeproducenten. Terwijl u dan zegt, ja, maar misschien brengt dat toch niet zoveel zoden aan de dijk, misschien ligt daar het kalf niet gebonden. Ik denk dat het niet of-of is. Kijk, ik vind het een belangrijke ontwikkeling dat je boeren in Peru de kans kunt geven om asperges te verbouwen voor een internationale markt. Als je dat niet doet, dan hou je voor een deel ook de armoede in Peru in stand. Waar het mij om gaat, als ik zeg eten is weten en geweten is ook bewust consumeren. Dus dat je zegt,
ten eerste al dat je gaat kijken waar die asperges vandaan komen. Hè? Heel veel mensen kijken niet eens op het etiket. Maar dat je gewoon kijkt, dat je zegt, hey, er zijn vandaag asperges uit België. Fantastisch, die ga ik nu eten. En morgen zijn er misschien geen asperges uit België. En dan moet je even de vraag stellen, van wil ik dan wel die geïmporteerde asperges? En ja, dat kan wel een goede keuze zijn. Het probleem met voedselbeslissingen is dat ze niet zwart-wit zijn. En dat je best een goede reden kunt hebben om te zeggen, nou, ik wil toch iets geïmporteerds kopen. Er woedt een heel sterk debat over GGO's, maar u bent wel uitgesproken voor GGO's. Kijk, het hele GGO-debat, daar kunnen we nog de rest van de middag aan besteden. Er zitten een aantal kanten aan. Een van de kanten zijn de risico's. Nou, er zijn risico's voor de menselijke gezondheid, voor de dierlijke gezondheid en voor het ecosysteem. En we hebben nu meer dan een decennium lang honderden miljoenen Amerikanen, die, en niet alleen Amerikanen trouwens, die GGO's consumeren. Met name in de vorm van mais, soja en dergelijke. Dus dit wordt echt heel goed gevolgd. Er is geen aanwijzing dat er iets is wat lijkt op een ander soortig risico dan je normaal hebt bij de normale consumptie. Dus op dit moment voor die twee specifieke toepassingen kan je niet zeggen dat er een extra risico is. Ook niet voor en dan denkt u aan de gezondheid? Ja, ik heb het even over de menselijke gezondheid. De dierlijke gezondheid, hetzelfde verhaal. En voor het geval dat het misverstand nog bestaat, als je dus een dier voedt met genetisch gemodificeerde mais, wil het niet zeggen dat het dier of zijn melk of zo zelf GGO wordt. Dat is dus niet zo. Nou, over de risico's voor het ecosysteem ben ik al aanzienlijk genuanceerder. Omdat je dan in de bodem bijvoorbeeld te maken hebt met tientallen, misschien wel duizenden soorten organismen en bacteriën. Het heel erg lastig is om dat te gaan controleren. Als je bijvoorbeeld een gen hebt wat bijvoorbeeld een insect vergiftigt of remt. Als die bladeren afbreken in de bodem, wat betekent het voor de bacteriën in de bodem? Dat weten we nog niet zo goed. Daar is wel, ook wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan, ook daar komt voorlopig nog niks uit. Nou, iets van ontsnappende genen, dat bestaat eigenlijk niet. Ook dat is vrij goed onderzocht. Dus dat is één kant, de risicokant. Wat er nu gebeurt in Europa is dat we maar heel weinig toepassingen toelaten. Er is echt een soort angst om verder te gaan, ondanks alle evaluaties door de EFSA, de European Food Safety Agency. Maar er is doordat er zoveel misverstand op ontstaat, is eigenlijk iedereen verlamd. Nou, aan de andere kant moet iedereen zich realiseren dat het doen van dat soort onderzoek ook heel veel geld kost. En dat er moet natuurlijk ook, wil dat gedaan worden, overheden doen dat niet meer. Universiteiten hebben er ook vaak geen geld voor. Ze moeten natuurlijk wel een economische case voor zijn, anders gaat het dus helemaal niet werken. Maar het principe dat het gaat om het erfgoed van de mensheid, moeten we vasthouden. Maar precies, omdat zulke onderzoeken heel veel geld kosten, daar zijn een aantal bedrijven bij betrokken, hebben we ook die vermenging tussen wetenschap en de bedrijfswereld. En die soms leidt tot oneigenlijke toepassingen, want u verwijst nu naar cassave en naar de gouden rijst, maar de allergrootste toepassingen van GGO's vandaag situeren zich op het vlak van de katoen, de soja, dan ook de maïs. En in die zin denk ik, voor Mo hebben we zo een gesprek gehad met mevrouw Edith Lammers van Buren. Want we hebben hier in België onze aardappelkwestie gehad, waarin er toch wel een fel gecontesteerde aardappelproef in Wetteren heeft plaatsgehad. En naar aanleiding daarvan hebben we met Mo een interview gedaan met mevrouw Edith Lammers van Buren, die aan biologische veredeling van aardappelen doet. En zij heeft ook verteld hoe moeilijk het is om aan een universiteit als die van Wageningen uw onderzoeksgeld en uw ruimte en aandacht te krijgen voor een alternatief van de GGO-aardappel. Ja, ik weet niet precies in die proef over welke genetische constructie het ging, maar het lijkt me absoluut noodzakelijk dat je die verschillende routes openlaat. Dat is ook van belang. Maar je hebt het coexistentieprobleem. Ja, maar het coexistentieprobleem vind ik, ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar dus dat is eenmaal het risico van zeg maar besmetting als het ware vanuit een GGO. Perceel via zaaizaad of pollen, stuifmeel, wat naar een biologisch bedrijf zou gaan. Kijk, dat is maar heel zelden een probleem. Je kunt dat makkelijk oplossen door een bufferzone van een paar honderd meter. Maar mensen vergeten dat een heleboel van de belangrijke gewassen zijn gewoon zelfbestuivers. Dus daar heb je helemaal geen kruisbestuiving. Dus de plant bestuift zichzelf. Dus dat is eigenlijk, vind ik, een oplosbaar probleem. Wat belangrijk is dat we
alle routes open houden. Kijk, wetenschap is gebaat bij diversiteit. Pas in de loop van de tijd, als we al die routes hebben afgelopen, zien we wat werkt en niet werkt. In de aardappel is nu een hele interessante ontwikkeling aan de gang. Het grootste probleem met de aardappel is Phytophthora. Hè? Dat is de schimmel die de Ierse hongersnood... En de Ierse hongersnood heeft veroorzaakt. En echt, hè, omdat de aardappel net zoals de cassave een kloon is, als er dus eentje besmet is, dan loop je het risico dat alles besmet raakt. Nou, die resistentie voor Phytophthora vind je niet in de gewone aardappel, de Solanum tuberosum, maar je vindt hem wel in heel verwante aardappelsoorten. En er is dus een proces, dat heet nu cisgenese. Dat is dus niet dat je een resistentie haalt uit een of andere vis uit het Arctische gebied of dat soort dingen, of iets heel ver weg, of uit een bacterie, maar dat je het gewoon haalt uit een verwante soort. Dan is het niet transgenese, dus niet over soorten heen, maar het blijft in dezelfde soort. Nou, daar zijn de risico's natuurlijk alweer een stuk minder. En die cisgenese is eigenlijk bijvoorbeeld een soort derde weg tussen het helemaal biologisch. Biologisch veredelen is een soort contradictio in terminus voor mij, want alles veredeling is biologisch. Maar goed, zeg maar de mevrouw Lammerts van Burenlijn, de gewone klassieke veredeling eigenlijk, de transgenese, de GGO's en dan die cisgenese. En zo zou het heel goed kunnen dat we in de loop van de tijden steeds betere mogelijkheden krijgen. Ik wil nog één opmerking maken over de katoen, want dit is zo'n belangrijk onderwerp. U zei net dat er oneigenlijke toepassingen zijn zoals de katoen. Nou, juist met de katoen, dat gaat om weer insectenresistentie. Dat is in India nu op grote schaal toegepast. Het gaat over, voor de liefhebbers hier, het gaat over Bacillus thuringiensis. Nou, die BT katoen, dat is goed onderzocht, blijkt dus te leiden tot een zeer sterke afname van insecticidegebruik. Insecticidegebruik bij kleine boeren, het gaat dus alleen over kleine boeren, mensen van een hectare of minder, hè, die gebruikten te veel insecticide tot nu toe. Dat kwam in het grondwater terecht. Er waren ook altijd ongelukken met kinderen die uit die vaten met insecticide dronken. Die mortaliteit is aanzienlijk afgenomen. Er wordt nauwelijks meer gespoten en de inkomens zijn ook omhoog gegaan omdat die kosten niet meer worden gemaakt. Dus het verhaal van katoen bij kleine boeren in India is dus juist echt een positief voorbeeld. Maar er zijn nog wel veel zelfmoorden bij de boeren in India, omwille van hun afhankelijkheid van de Monsanto of van de andere... Ja, ik durf te betwijfelen of dat echt die afhankelijkheid van Monsanto is, of dat het gewoon gaat om veel grotere economische problemen. Als je kijkt naar de bedrijfskosten van een boer, dan is het zaaizaad eigenlijk maar een fractie van de totale kosten. Wat in India gebeurt, is dat heel veel mensen van hun land worden gestoten. Ze zijn ook vaak pachters en niet boeren. Hè? En dat de hele economische de situatie heel erg slecht is, dat er bijvoorbeeld ook geen bedrijfsopvolging is enzovoort. Dus je moet daar altijd heel voorzichtig mee omgaan om te kijken echt, de devil is in de details van wat is waar precies gebeurd. Maar u vindt het toch wel belangrijk dat u zei daar straks, u benadrukte, de keuzevrijheid moet er zijn. Er moet nog openheid zijn, want er zijn nog wel aspecten die we niet weten. Nee, ik vind niet dat de keuzevrijheid er moet zijn omdat we iets niet weten, want dan hadden we ook bijvoorbeeld de auto's aan banden moeten leggen, want we zijn pas de laatste jaren tot ontdekking gekomen hoe schadelijk CO2 is, bijvoorbeeld. Dus er zullen altijd dingen zijn die we niet weten. Dat is in de aard van de technologie. En als je de auto nu had willen invoeren, bij wijze van spreken, dan was hij totaal verboden geweest, want die eerste auto's hadden geen remmen enzovoort en kon je eigenlijk niet goed mee rijden. En we hebben dus ook geleerd ons aan te passen aan de technologie. Dus ontstaat een soort symbiose tussen mens en technologie. Waar het om gaat is dat die keuzevrijheid er moet zijn, omdat wij het ook ons kunnen permitteren om die keuze te geven aan degene die twijfelen. He, maar niet omdat we niet iets weten, want de evolutie is een evolutie van telkens meer leren. En we zijn nooit uitgeleerd. Maar u vindt vandaag protesteren tegen GGO's niet dom? Ik respecteer natuurlijk altijd het recht op protest. En wat dat betreft betreur ik het dat er zo hard wordt ingegrepen. Ik denk dat het publieke debat helemaal geen goed doet. Maar ik vind wel dat ook van de kant van de protesteerders er ook ruimte moet zijn, ook van hun kant, voor een eerlijk debat. En ik heb zelf wel eens gemerkt dat men ook niet echt bereid is om te kijken naar de nieuwe resultaten die er zijn. Hè. Soms dan reageren mensen op dingen die 10 jaar geleden zo waren, maar die echt al lang achterhaald zijn door de feiten. En juist bij die GGO's gaat het op dit moment heel snel. En nogmaals, het gaat ook altijd bij alle technologie, niet eens alleen maar bij landbouwtechnologie, gaat het om, is het doel of zijn de middelen verantwoord in relatie tot het doel?